Vandaag ga ik spelen met de klas waar ik een paar dagen geleden een video heb van gemaakt. Met de HG40 Best Class Setup. Wat ik heb gemaakt. We gaan kijken of we er een chill potje mee kunnen gaan neerzetten. Dus vergeet u niet alvast blauw duimpje omhoog achter te laten. Dat helpt me natuurlijk enorm. En laten we nu een team damage potje gaan zoeken. Oké. Team damage op de map Effect. Het is een redelijke map om met het wapen op te spelen. Ik speel met de klas. Zoals ik hiervoor ook al zei. Waar ik een video mee heb gemaakt. Een paar dagen geleden. Het enige wat ik heb aangepast is de Elo-site heb ik veranderd. Naar een reflex uit, omdat het naar mijn mening... Wow, wat gebeurt hier? Ik de reflex op dit wapen iets chiller vind. En holy shit, we hebben ons UAV al binnen natuurlijk. Als je nog niet weet wat voor klas dit is, kijk dan even de video van een paar dagen terug. Waar ik met de bias klas zit voor dit wapen speel. En neem deze klas even over, als je denkt dat het een chille klas natuurlijk. We gaan gewoon proberen een chill potje neer te zetten natuurlijk. Zou mooi zijn als het lukt. En we gaan echt op dit moment al super bezig. We hebben een 10 streak gewoon in 1 minuut tijd. What the actually fuck. Kan het UAV er gewoon in kallen? Ze hebben een UAV. We hebben bijna onze hater al binnen. Natuurlijk super mooi. Die hebben we nu ook binnen. Let's go. Let's rock that thing in. Misschien dat we gewoon een nuclear kunnen halen. Wat een gekkigheid zou dat zijn, zeg. Holy shit. Ik heb bijna geen jump speed meer over. Let's go. Zit hier boven. Bam. Bam. Let's go. 15 streak. Ik kan even niet mijn site in, want dan wil ik gewoon een... Een nuclear only halen met de HG40. Ik ga dood, nee! You're kidding me, ik dacht dat het een friendly hellstorm was. Never mind. I was screwed. Nou, we hebben nog kans misschien, we zijn pas 23 kills in het potje. Maar holy shit, deze klas echt gewoon voor mij. Luister goed wat ik zeg. Dit is voor mij de beste klas voor dit wapen. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen smaak voor attachments, etc. Misschien heb jij helemaal geen grip nodig, wat ik wel nodig heb misschien. Snap je? Zo kan je eigenlijk gewoon een beetje met je eigen klas variëren. Dat doe ik ook altijd. En ik blijf achter een doos hangen. Ik speel met de site, ga ik die dan ook gewoon maar inkallen. Want ik heb mijn streak verneukt net. Jammer genoeg, door een fucking hellstorm. Ik heb flag jacket aan, maar ja, dat helpt dus niet altijd. Hallo. Als je mij herkent, tof jongen. Ja, je hoeft niet om me te schieten. Dan worden we alleen maar herkend, jongen. Ga jij maar door hem? Ik pak hem wel op, jongen. Let's go. Deze enemies zijn echt fucking, maar ook echt fucking slecht. Kap eens met om me schieten, goos. Ik vind het heel gaaf dat je mij herkent, maar je hoeft niet om me te schieten, ja? Dan verraad je alleen maar onze plek. Het is alleen maar in ons nadeel. En holy shit, we droppen mensen echt super, maar ook echt super snel. Oké, er komt er nog een. Even hier liggen. Even een beetje. Dude. Je mag ook doodgaan hoor. We gaan gewoon proberen hem nog strikt neer te zetten. Potje nog lang niet afgelopen. En aangezien die niet de beste enemies zijn, zoals je ziet, hebben we nu weer een 10 streak weten te creëren. En ik ga weer dood om een 10 streak. Fuck my fucking life. Oké, jongens, klaar. We zijn niet voor de nuclear gegaan. We kunnen er nog één halen, maar dan moeten we echt Speedy Gonzales gaan. Daar gaat het ook niet om. Het gaat alleen maar om even dat we deze... Dat ik deze klas aan jullie zou laten zien. En dan gaat het best wel goed. 30 om 4 staan we op dit moment. Ik had daar gewoon niet dood moeten gaan door die hellstorm. Dan had ik hem wel kunnen halen, denk ik. Niet dood gaan hier. Kom maar op. Heb ik hem? Ja, ik had hem. Was even een twijfelmoment dat. In mijn rug. Ik ga gewoon wegrennen. Doei.
Even opwachten hier. Daar komt hij. Yep. Nooit de zijlers gebruiken op wapens daar. Waar je niet ver mee kan schieten. Want dan zie je wat er gebeurt. Kan de enemy gewoon wegrennen. En nu killt hij me wel. Dus GG jongen. Nu was ik op een range waar hij dus nog wel kon pakken. Maar nu heb ik de Mighty Sight. Dat houdt in. Dat ik ook iedereen op elke range nu kan pakken. Team heeft mijn wapen opgepakt. Daar geef ik geen toestemming voor jongen. Huppakee. Kom jij hier naar binnen? Ik denk het hooguit wel, of niet? Nee, jij gaat hierin, hè. Ja, hij gaat wel de sluiproute. Ja, ja. Ik wist het. Hallo, Kiku. Wordt gestunt. Ik heb je alsnog, goos. Let's go. Even deze shit inkallen. Zit hier boven. Hij is er vandoor gejumpt. Gaat hij daar? Ah, teammate heeft een GG teammate. Wow. Wow. Kom even iemand met de vuurwissel binnen. Yep. Hij screwed up. Oké, nice teammate. Dat was de bedoeling denk ik van de teammate, thanks. We hebben 39 kills jongens, holy shit. Kunnen we er 50 kills droppen? Ik denk het hooguit wel. Ze dus moeten hier spannen daar ergens. Let me see your face baby, kom op. Ik denk dat ze dan hier binnen zitten. Boven me. Ik had hem niet gezien, serieus waar. Kom maar. Teammate heeft hem al. Ik heb nog een UAV'tje. Oké. Een soort van G-slide doe ik daartoe. En ja. Dit hebben jullie niet gezien, oké? Spijt me. Fell Army. Damn, son. Damn, bitch. What the fuck heb ik hier gedaan? Holy shit. Even een kill spree. Oh, niet challengen. Gewoon hierheen. Huppakee. Gewoon. Oh, we hebben een potje al gewonnen. Holy shit. 48 kills, 7 deaths. We hadden makkelijk een goede schiet neer kunnen zetten. Maar we gingen in het begin dood. Door een hellstorm is dat niet moeten gebeuren. Dan hadden we misschien wel een nuclear kunnen halen. Ik ga vaker bij deze gun spelen. Want het is best wel een OP wapen natuurlijk. Maar mocht je nou genoten van deze video. Laat dan je blauwe duimpje omhoog achter. Natuurlijk abonneer voor meer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen om 3 uur bij weer een nieuwe video. Zoals ik altijd zeg. Doei.